Ik zei tada! Hey, dooie lijken. Ik hou van dooie lijken. Ik hou van de smaak, ik hou van de geur. En ik hou van het geluid hoe je schedels kapot stampt op de vloer. Goed mensen. Zo, gaat alles goed met jou? Hoe heet je? Quinty. Hoe zeg je? Quinty. Had niks beters kunnen verzinnen. Hey Quinty, je bent zeker vrijgezel of niet? Ja, logisch. Hey. Zijn er ook getrouwde stellen of niet? Ja, geloof ik geen zak van. Wat zeg je? Je lijken wel een besteld door jouw wijven, zeg. Hey, luister wijven, mijn naam is Beetlejuice. Je moet me 3 keer roepen, dan kom ik naar huis. Geesten verdrijven, maar als je weer 3 keer mijn naam noemt, ben ik weer... Hey, laat me even uitpraten, zei ik wijf. Ja. Als je het ook 3 keer mijn naam roept, dan ben ik ook weer weg. Dus hou het kort, mensen, anders is de show ook weer snel aflopen. Ik denk, leg het even uit, want je bent blond. Hey. Goed, mensen, tijd voor het sfeer. Hebberee. Mijn naam is dus Beetlejuice. Heb je last van irritante klompgeesten? Misselijk maken de aliens of rondvliegende spoken zoals die daar zit. Maar nee, wacht, dat is mijn oma. Hey, ik heb nog geld van je. Oh nee, wacht, je moet eerst dood, dan pas geld, dan die erfenis. Verwarrende wereld. Schiet wel even op, hè. Ik zit wat krap bij kas. Goed mensen, heb je mij nodig voor een geestverdrijftechniek service bij je thuis? Roep 3 keer hard op mijn naam en ik ben er. Ik wil naar beneden komen, ga een liedje voor je zingen, dus help me even. 3, 2, 1. Oh, ik dacht dat ik de dooi was hier. Goed mensen, doen we nog een keer, ja. 3, 2, 1. Oké, it's showtime! Hey, werkschatjes, klap in die handen, stel het je zaalzakken. Oelala, overdichtbij, weet je wat knapper, schatje. Ja, het is vandaag weer Halloween en knappe griezels lopen rond. Hey, had je mij al eens eerder gezien? Je wist niet eens dat dit bestond. Vanaf nu wordt het een geile boel. Kijk mij hier op de balie staan. Dames krijgen een verliefd gevoel. Roep gewoon 3 keer wat op mijn naam. Mijn naam is Beetlejuice, ben al licht wel weggevind. Ik ben al overleden, wees niet bang. Waar vind je nou zo'n vriend daar als ik? Ik laat je dingen zien, het wordt een reuze ding. Zak onderuit, 1 minuut of 10. Waar vind je nou zo'n vriend als ik? Ja, alle vrouwen vallen voor mij. Ik ben je god, de shit, je prins. De nu je man, nu het nog kan. Nou jij al van me, joh, enigszins. Als hij je niet bevalt, geef mij dan nu een lik. Hier ben ik dus, geef mij een kus. Hopla, hey baby. Dames, dump je mannetje nu meteen. Hey, laat dat stuk vrede toch thuis. Nodig mij vanavond in je hotelkamer. En ik laat je alle hoeken van de kamer zien. Doet je vriendje dit. Doet je vriendje dat. Kijk eens wat ik doe. Ben je mij al zo? Mijn naam is Beetlejuice, wel lichtelijk gedikt. Kom mensen, ik ben al overleden en wees niet bang. Waar vind je nou zo'n vriend? Vind je nou zo'n vriend? Ja, waar vind je nou zo'n vriend? Vind je nou zo'n vriend? Ja, waar vind je nou zo'n vriend? Oh, vriend. Oh, la, la. Hey, waar vind je nou zo'n vriend als ik? Oh, la, waar vind je nou zo'n vriend als ik? Hey, vind je nou zo'n vriend als ik? Hoppa. Dank u. Bedankt. Dank u wel. Bedankt. 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 Achterin, bedankt. Hey. Ik heb een LSD'tje kopen, mensen. Er staan verschillende weetjes op. Jos Brink, Benny Nijman, André Hazes, Litouwers. Wacht, Litouwers is niet dood. Niet de Litouwers die ik ken in ieder geval. Beetlejuice, het is dat voor Labat.
Oh jee, gezeik in de hut, stond aan de knikker. Beste mensen, dames en heren. Mag ik aan jullie voorstellen? Mijn manager, accountant, boekhouder, toeplannen, financiële administratie. En jawel, ook mijn vrouw. Geef een applausje, mensen, kom op wakker worden. Hier is de bride of Frankenstein. Volgens mij staat ze in de fik. Kom erbij, lijfje. Shit, sister. Dank u. Dank u wel. En jij, je moet je grote waffel een beetje houden, Beetlejuice. Oh. Anders roep ik drie keer jouw naam en weg ben je weer, meneertje. Zeg ik wel, was ik een dode wijven. Waar ben jij eigenlijk mee bezig? Zaken. Juist, zaken. Mooi, dan ga ik jou daar even bij helpen. Nou, nee, schatje, dat is niet nodig, hoor. Laatste keer die jij me geholpen hebt, ging niet zo best. Iedereen kotste. Ik ga jou helpen, Beetlejuice. Oké, zeker ongesteld of zo. Wat zei jij daar? De mensen staan versteld. Je flexibiliteit. Je ding. Je dingen. Goed, zaken dus. Wordt tijd om iemand uit te zoeken, hè? Ah, tuurlijk, ja. Schatje, je zegt het maar. Wat hebben wij nodig? Wij zoeken iemand met een hoge intelligentie. Nou, dan valt het bank hier al af. Hey. Iemand met een goed stel hersens. Iemand. Burgerschool. Ja, wow. Kijk iemand die uitermate goed geschikt is voor onze demonstratie. Alles erop en eraan. Hij is al zeker vooraan beduidelijk, of niet? En ook achteraan. Beetlejuice. Sorry, ik pak wel even van die andere lijf. Eens even kijken. Oelala, hoe heet jij? Quinty, dames en heren, Quinty! Oh. Quinty heeft nog een beugel, wat zielig. Lieve mensen, dames en heren, geachte aanwezigen. Vandaag laten wij u zien waartoe Beetlejuice in staat is. Yeah. Hij drijft geesten uit uw huis, hij jaagt spoken weg. Met zijn treiterende schriktechnieken weet hij elke geest tot bedaren te brengen. Yeah. Vandaag laten wij u zien hoe angstaanjagend Beetlejuice van zij. Oh jee. De guillotine. Ik ben er niet zo goed in. Een kleine presentatie als alsjeblieft. Deze bloemkool zal ik met behulp van dit vlijmscherpe mes op brute wijze in tweeën hakken. Kom samen met de bloemkool. Weet je zeker? Let je heel goed op, want jij moet het straks doen. Oké. Concentratie. Concentratie. 3, 2. Briljant, fantastisch, magnifiek. Oké, jongens, wij gaan naar huis eraan. Goed. Briljant, wie ook niet. Ik zou zeggen, breng het demonstratiemodel maar naar voren. O jee, wat heet? Lijkt het allemaal zo. Beetlejuice! Oké, sorry, zei ik. Kom even bij, vriend. Hoe heet je ook weer? Quinty, ga je lekker op je knieën zitten. Niet hier, daar. Kom op, bukken. Hoofdje doorheen. Niet zo piepen, lijfie. Daar heb je helemaal niet zo'n grote bek, hè, tijdens de show. Slemme fan, a party. Oké, zet je goed, wijfie. Hey, Quinty, wat er ook gebeurt, denk niet aan bloemkolen. Hey, stel je wijven, misschien kunnen we even een foto maken. Nu lacht ze nog. Kijk haar zitten, kijk haar beven. Proef de angst die in haar ogen ligt. Ja, en twinkelt in de beugel. Kom maar. Ben je gereed? Ik ben aan het concentreren, okay. Schatje. Ja, concentratie. Gaat-ie. 3, 2. Heeft zij dat vrijwaringscontractje wel getekend? Vrijwaringscontractje? Ja. Wat staat erin dan? Oh, ondertekenen verklaart alle kleine lesgelist van het ons opgestelde vrijwaringscontractje. Waarin staat dat het bitterjus niet verantwoordelijk is voor enige schade aan de hoofd, schouders, knieën, tenen, oren, ogen, puntje van je neus, van andere overleving of tenen niet genoemd zijn boven zijn deks. Oftewel, er kan geen klachten of aanmerkingen gediend worden bij de informatie bij. Ik kan ook geen restitutie krijgen op dezelfde regel of de indruk van deze première party. Oké, ik weet het niet. Afterwijl, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. Beetlejuice. Ja. Nogmaals, concentratie. Concentratie. Komt ie, hè? Ja. 3. Ja. 2. Niet slecht voor een door, jongens. Wacht even, wat hebben we? Opa. Oh, het is een natte Quinty. Beetlejuice. Ja, schatje. Oh, laatste keer, hè? Klaar voor Quinty. Gaat ie weer? Ja. Yeah. 3, 2, tada! Was je geschrokken, Quinty? Mooi. Mijn collega hangt wel even verder met je af.
Hooggeëerd publiek, en dan is het nu tijd voor... Hé, hey, naar huis toe gaan, bier drinken en kan op lus kijken. Hé, het is vrijdagavond. Nee, Beetlejuice. Het is nu tijd voor datgene waar jij echt goed in bent. Huh? Daar waar jij de man met één oog bent in het land der blinden. Ja, ja. Het uitroeien van massa's spoken tegelijk. Hoe doe je dat? Ga je vertrouwen? Ja, natuurlijk. Dames en heren, wat u nu gaat zien is ongeëvenaard. Nooit eerder vertoond. Beetlejuice gaat hier, voor uw ogen, tientallen spoken op gruwelijke wijze laten verdwijnen. En na deze demonstratie kunt u zich inschrijven voor een van Beetlejuice geestverblijfservices bij uw thuis. Vrienden, kennissen, familieleden kunnen maar liefst 13% korting krijgen als u de daartoe bestemde actiecoupon invult en opstuurt naar Beetlejuice Company. Dus pak uw portemonnee, uw pinpas, uw creditcard of... Ik sta al klaar, pop het op. Te vroeg. Nou ja, zijn problemen een beetje, hè. Goed. Tijd is rijp. Hier is niemand minder dan Beetlejuice! Oké, okay, party people, klap in die handen! Het is tijd voor de geestbedrijf van die service bij je thuis. Hoe ben je kan er komen? Dacht het wel, mensen, ik heb zand in Zweedhaag. In een neighborhood, hoe je kan er komen? Wij hadden afgesproken dat jij dit apparaatje zou demonstreren. Oh ja, schaken. Dames en heren, ik zal het even uitleggen. Met dit apparaatje kan Beetlejuice fantastische dingen doen. Ik zal het u even zeggen hoe het werkt. Heel simpel. Beetlejuice plaatst het kastje in de vervuilde lucht en houdt afstand. Zodra het ongedierte in het gebied komt van dat kastje, zal door de ectoplasma-ethische straling de geest voorgoed verdwijnen. Beetlejuice, demonstratie! Wat? Demonstratie. Ik heb het uitgelegd. Ja, natuurlijk. Sure. Even Blondie. Watch and learn. Ik zal even wat geesten vangen. U zult zien, beste mensen. Mij heb je nodig later. Even kijken. Dit werkt niet. Jezus. Tijd voor wat grotes, mensen. Yep. Beetlejuice, ik waarschuw je. Is dat wel veilig? Natuurlijk is dit wel veilig, schatje. Kom op, zeg. Geloof je me niet? Weet je wat? Ik zat even demonstreren. Ik kan mij schelen. Ga jij iemand in die kast stoppen? Ja, ik ga iemand in de kast stoppen. Om te laten zien dat het veilig is. Ja, nou dan mag je wel iemand uitzoeken die zeer sterk in haar of zijn schoenen staat. Ja. Hoe was je naam ook weer, Beugelbekkie? Beugelbekkie. Hoe was je naam? Quinty, dames en heren, Quinty! Kom even met me mee, Quinty. Denk om het opstapje, Quinty. Het zou heel vervelend zijn als ik nog een keer je naam te noemen, Quinty. Kom, nou, Quinty, ga lekker in die kast staan. See you, Bright. Kan niks gebeuren. Niks mis mee. Zie je wel. Dat is voor muziek. Gaat dat goed? Even wachten, hè. Show is niet helemaal afgelopen, schatje. We lossen dit samen op zoals we vaker dingen oplossen. Goede relatie. Oh. Had je wat leuks in gedachten om dat in de relationele sfeer op te lossen dan, Beetlejuice? Geen idee. Beetlejuice! De show is nog niet helemaal afgelopen, schatje. Even wachten nou. Wat is nou eigenlijk precies het probleem, zeg? Het probleem is dat Quinty in die kast verdwenen is.
Ja. Dat is heel slecht voor je reputatie. En ten tweede is de ectoplasmatische tuin, dus ik hier oververhit, levensgevaarlijk aan elk moment uitbarsten. Ik ga weg. Oh, schatje, we hoeven die machine alleen maar te verkoelen. Oh. Ik kom vanzelf terug. Te verkoelen, en hoe had je dat gedacht te gaan doen, Einstein? Schatje, met die fiets, kijk, ze de fles koelvloes erop. Iemand moet daar even pompen, ga door het slangetje heen. Machine weer. Of bent hij weer terug? In verbinding met de machine om te verkoelen. Briljant, ja. Beetlejuice. Heb je dat zelf bedacht? Nou, ga even iemand uitzoeken. Oh, oké, is goed. Wat heb je precies nodig, schatje? Nou, hoog niveau niet noodzakelijk. Ah, oké, nou dan vallen jullie af. Eens even kijken, zoek even een stoere gooie kerel. Slimme vent met wat idioot uit. Eens even kijken. Atletisch gebouwd, extra. Graag. Atletisch gebouwd. Atletisch nou, met gebouwd. Een beetje fantasie denken we die bierpijp wel weg. Nou, kom hier. Wat is je naam? Oh, hartstikke leuk. Nou, Bright, dit is... Dat is Bright. Nou, oh, lekker rijden. Ja, kom, hoeft niet bang te zijn. Oh, ga lekker zitten, joh. Oh, leuk, hè? Gelukkig zitten we samen op, kerel. Ja. Nou, goed. Geen gelul, Bright. Start de muziek. Yay. Yeah. Ja, oké. Okay. Goed zo. Beetje tempo, hè? Hoe heet je eigenlijk, hè? Oh, Michael! Laten we zeggen, moedig Michael even aan. Gaat de machine koelen en misschien een plintje wat terug, hè? Dank je, Michael! Dank je, Michael! Pompen, Michael! Je weet gewoon, je moet pompen! Ja, moet je niet terugkomen. Quinty! Hey, dames en heren, Quinty! Nou, ook weer gehad. Oké. Nou, zie je, Bright, ze komt alles weer op de pootjes terecht, zeg. Beste mensen, groot applaus voor Quinty die net uit de kast is gekomen. Michael, jawel. Oké, beste mensen, ik moet er weg. Ik ben er klaar mee. Stomme proberen, boy. Die hasta la vista, bye bye. Ik moet weg. Ik roep even drie keer mijn naam, zo moeilijk om niet te lezen. Ik raap jullie, Beetlejuice. Ja, klaar was, schatje. 3, 2, 1. Harde mensen. Nog één keer. Hoe doet hij het? Zijn naam was Beetlejuice, is lichtelijk getikt. Wees niet bang. Waar vind je nou zo'n vriend? Vind je nou zo'n vriend? Ja, waar vind je nou zo'n vriend? Vind je nou zo'n vriend? Ja, waar vind je nou zo'n vriend? Vind je nou zo'n vriend als hij? Oh, wacht, jullie waren nog. Ze zijn nog. Oké, okay. Bye bye, Tulukie. Hey, voor zover. Muziek. Yeah, baby, yeah. Come on, dance. Klaar, klaar, klaar. Ja, 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 ja. Opzouten en wegwezen nu. Het is afgelopen. Move, the end. Ja, tjus en au revoir. Wellicht is er nog gelegenheid voor een fotootje met Beetlejuice en de Bride. Maar schiet wel even op, ja. Zijn we nog meer te doen vanavond?